Ja, nee. Waarom schiet u de bom op deze manier dat eruit? De uitspraak kan in mijn ogen niet anders zijn als onmiddellijke vrijlating, excuses aanbieden, teruggeven van de woning en heel hard door de knietjes gaan van het Openbaar Ministerie, want ze zijn alle perken te buiten gegaan. Ik vind dat raken best maar. Als een pand lange tijd niet gebruikt wordt, dan vind ik het niet erg om het toch te gebruiken. Aha. Maar het moet wel, wel aan wetten verbonden zijn. Ik vind gewoon dat het wel moet kunnen, onder bepaalde voorwaarden. Of kraakverbod? Ja, dat vind ik terecht. Dat is niet jullie huis, dus dat mag ook niet inzitten. Leegstaand. Ja, dat mag je zelf weten, weet je, met je pand. Dat vind ik. Krakers. Ik vind op zich wanneer huizen leeg staan dat er best een gekraakt mag worden. Maar wanneer de eventuele bewoner of wat dan ook als het verkocht wordt, ja, dan moeten ze er helaas uit. Dat vind ik wel. Ja, ik vind het belachelijk. Ik heb zelf ook gekraakt. Aha. Ja, de leegstand, hè. Wat ik daarvan vind? Leegstand moet er eigenlijk niet zijn. Wat vind ik van kraakverbod? Ik vind als er direct iets mee gebeurt met die leegkomende woningen, dan vind ik dat je wel krakers eruit kunt zetten, maar niet om het lang leeg te laten staan. Dan vind ik dat je het recht hebt om te gaan wonen. Dat vind ik een slecht idee. Dat er heel veel leeg staat. Het staat heel veel leeg en ik vind het goed dat het op een of andere manier toch gebruikt wordt. Dus ik ben daar blijf ik even kijken. Hele goede zaak. Oké, mooi door. Best wel matig voor iedereen die in een kraakpand woont. Aha. Maar ja, het moet wel allemaal legaal gaan, vind ik. Ik vind het wel jammer dat dan iedereen op straat wordt gezet, in ieder geval. En dat vind ik wel ontruimend en daar moet wel een oplossing voor. Maar voor elke ontruiming in het land, 2 pandjes erbij in het land. Honestly, I don't mind as long as there's nobody there and they don't. Een kraakverbod zoals hij nu is, daar ben ik tegen. Dat er leegstand is, dus waarom niet kraken? Ja, ik heb het zelf ook gedaan. Dus ja. Okay. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, woningnood oplossen is dus toestaan om te kraken.